Op de fotopersdag wordt de nieuwe, nog niet complete selectie van Fortuna Sittard gepresenteerd. Het lijkt erop dat Fortuna meer mogelijkheden heeft ten opzichte van de vorige jaren. We maken stapje voor stapje weer progressie. En ja, daar ben ik ook best wel blij en trots op dat we steeds weer een beetje weer komen. Ja. Er komen nog twee gerenommeerde tegenstanders die in Sittard spelen. Absoluut. Ik verkreeg AZ uit Alkmaar, die derde zijn geëindigd in de competitie. Dus ja, dat is gewoon fantastisch dat zo'n club dankzij een sponsor van ons Ruitenheer naar Sittard komt. En verkreeg dankzij een goede relatie met Hai Berde en Marco Bogers van VVV, hebben we een contact gekregen met FC Porto. Ja, en die komen nu komende woonzicht bij ons voetballen met allemaal wereldsterren. Dus dat is voor Fortuna begrippen echt top. Wat zijn de verwachtingen voor dit seizoen? Nou ja, ik vind wel dat we strollen wel ambitie uit komend jaar. We hebben natuurlijk afgelopen jaar een heel zwaar jaar gehad op sportief gebied. Dat heeft natuurlijk allerlei oorzaken. En we willen dit jaar natuurlijk de belofte die we gedaan hebben is gewoon om in het linker rijtje te spelen. En proberen voor die play-offs een plekje te veroveren. Ik denk dat dat een realistische ambitie is die ze van de club mag verwachten. Ja, Charlie, een paar nieuwe spelers zijn er gekomen. Een groot netwerk. Ja, inderdaad. We hebben goed ons best gedaan. Op tijd onze schaduwelftallen gemaakt. Dus we wisten eigenlijk precies en tijdig wat voor Gerwa we halen. Nou goed, dan hebben ze uiteraard ook altijd concurrentie met van andere clubs. Want ja, de leasjes die we maken, er staan spelers op die eigenlijk dan zeg maar door meerdere clubs gehaald willen werden. Maar als ik kijk naar watgene wat we wel hebben kunnen realiseren, zijn we er heel erg tevreden over. In elk geval een stuk ervaring, een stuk volwassenheid in de ploeg gebracht. Ook een stuk extra kwaliteit uiteraard, de bussen op stuk. Ervaren spelers die de jonge mannen kunnen aansturen. En ja, goed, vooral jongens die over een winnaarsmentaliteit beschikken. Dus ook het goede hout gesneden zijn. In een spits uit Duitsland, dat komt niet vaak voor. Nee, het is al een tijdje geleden dat we een Duitse selectiespeler hadden. Maar Gökhan Lekezic had dermate goede statistieken. Ja, die trok eigenlijk onze aandacht. En nou, dan betekent dat dat in de derde Bundesliga heeft gerealiseerd. Maar dat is een niveau wat we absoluut niet mogen onderschatten. Maar op het moment dat zich meer dan 70 doelpunten in 100 wedstrijden en in de laatste 27 wedstrijden 20 golen maakt, dan zet dat natuurlijk wel iets. En ja, voor ons een heel interessante speler. Maar ja, alleen goed voetbal is dan niet onvoldoende. Dat wil ze mogen als persoon metmaken. Wat voor een karakter kreeg een klein lokaal. Nou, dat heeft zich dermate positief gemanifesteerd bij ons op de training. Dat we hebben gezegd, nou oké, voor ons is nu het pleitje compleet. Nou, een hele goede medische keuring doorstangen. En dan zijn we alle vakjes positief kunnen afvinken. En het heeft geresulteerd in het vastleggen van Gökhan gistermiddag. Gökhan, welkom in Sittard. Wie gefällt het bis jetzt? Bis jetzt is alles goed. Mir gefällt es hier super. Ich fühle mich wohl. Und ja, bis jetzt kann ich mich nicht beklagen. Bei welchem Verein hast du gespielt vorher? Ich war jetzt zuletzt 2 Jahre beim MSV Duisburg, davor 1 Jahr in Oberhausen, davor 2 Jahre bei Alemannia Aachen und davor meine ganze Jugend habe ich 13 Jahre bei Borussia Mönchengladbach verbracht. Wie viele Tore werden dieses Jahr gemacht? Mein Ziel ist es, jedes Spiel ein Tor zu machen und wenn ich natürlich mehrere Chancen habe, versuche ich auch mehrere Tore zu machen, aber das Ziel ist erstmal jedes Spiel ein Tor zu machen. Was wusstest du vorher von Fortuna Sittard? Ja, ich habe ja oft in der Jugend gegen Fortuna Sittard Testspiele gemacht. Und das ist eine gute Plattform für mich. Holländischer Fußball liegt mir. Und ja, ich hoffe, dass hier alles so läuft, wie man sich das vorstellt. Dass wir die Ziele zusammen erreichen. Das erste Saison als Hoftrainer sitzt erop. Hoe ist es dir befallen? Ja, uitstekend. Los van de resultaten, die waren natuurlijk niet uitstekend. Maar voor de rest is het denk ik een prachtige club en een prima club om te werken. Ja, nu het nieuwe seizoen komt eraan. Het lijkt wel of jullie veel meer routine gehaald hebben in plaats van de jeugd. Nou ja, we hebben wel gesproken natuurlijk in de zomer met elkaar. En wat wij vinden is dat we gewoon op elke linie of in elke linie een speler met ervaring nodig hebben om die jonkies beter te maken. Natuurlijk. Wat zijn je verwachtingen voor dit seizoen? Jeugd door blijven ontwikkelen en gezien, dat moeten we nog even afwachten, maar gezien de aankopen die we hebben gedaan om in ieder geval mee te gaan doen om de prijzen, zeg maar. Ja, Ferhat Kaya heeft voor 2 jaar bijgetekend. Je hebt een center met Roel Jans en Ferry de Reich. Dat staat als een huis. Ja, ontzettend blij met het aanblijven van Ferhat. Daar hebben we veel over gesproken. En, ook gevraagd aan de club om die inspanning te doen. Dat hij gewoon, ja, als je nogmaals, dus ik denk misschien wel de beste keeper van de Jupiler League, om die toch te behouden. En dat is met ons allen is dat gelukt, zeg maar. De selectie is nog niet compleet? Nee, absoluut niet. Nee. We zijn nog druk bezig met versterkingen. Dus sowieso in de aanvallende linie. Wellicht misschien nog middenveld. Maar
ja, goed, dat zien we zeg maar de laatste puntjes op de i die we moeten zetten. En het geraamte stuit, maar er moet inderdaad nog één of twee, misschien wel drie spelers bij. Nu hoort veel de naam Tim Janssens hier al getekend hebben volgens de Limburgse media. Nou ja, goed, laat ik zeggen dat degenen die dat gemeld hebben gewoon verbarig zijn geweest. De kans was spreken van een transfer op het moment dat het proces wat ik net heb beschreven, dat volledig is doorlopen. Nou, dat is bij Tim nog niet het geval. Dus ken ik er ook verder nog geen nodige mededelingen voor doen, behalve dat we wel in gesprek zijn.